Wat begint met een klein vlammetje kan uitgroeien tot een enorm grote brand. The Amazon rainforest is being consumed by fire. 2000 homes have been destroyed. Containing massive wildfire. Wie denkt dat natuurbranden enkel toenemen in warme gebieden, heeft het mis. Er ontstaan steeds meer bosbranden in de buurt van de Poolcirkel. Laten we beginnen met verrassend nieuws. Het aantal natuurbranden wereldwijd neemt af. Of beter nog, het totaal afgebrande gebied neemt af. Maar de CO2-uitstoot van diezelfde branden neemt toe. Hoe kan dat? Wel, het heeft ermee te maken dat de branden verschuiven van de savannes in Afrika naar de noordelijke bossen rond de Poolcirkel. Wat de meeste mensen niet weten, is dat de meeste natuurbranden wereldwijd, zo'n 70%, in de savannes zijn. Savannes zijn uitgestrekte graslanden met hier en daar verspreid wat bomen. En de term bosbranden is dan ook niet altijd even geschikt, want naast bomen branden ook grassen of struiken of dood plantenmateriaal op de grond. Nu is het wel zo dat het aantal branden in de savannes al enkele jaren afneemt. En omdat deze branden wereldwijd zo oververtegenwoordigd zijn, neemt ook het totaal afgebrand gebied af. Goed nieuws, zou je denken. Maar de reden waarom er steeds minder savannebranden zijn, is minder positief. Het is simpelweg omdat er steeds minder savanne is, omdat savanne wordt omgezet in landbouwgrond. En als we kijken naar de rest van de wereld, dan zien we bijvoorbeeld een heel duidelijke toename in het aantal branden in Californië. In het Amazonegebied is de laatste jaren het aantal branden min of meer gelijk gebleven. Misschien denk jij bij natuurbranden vooral aan Zuid-Frankrijk of Spanje, maar de branden in Europa stellen wereldwijd nog niet eens 1% van alle branden voor. Tegelijkertijd neemt het aantal branden richting de Poolcirkel juist toe. Denk daarbij aan Siberië, Canada of Alaska. Koude gebieden waar je in eerste instantie misschien niet direct denkt aan bosbranden. En hoe komen die branden daar? Wel, in die noordelijke gebieden zijn er ook steeds meer hittegolven en droogtes en dan worden die bossen ook gevoeliger voor brand. Tegelijkertijd neemt door de temperatuurstijging in de noordelijke gebieden ook de kans op bliksem toe. In die noordelijke gebieden wordt het steeds warmer en daardoor verliezen planten vocht en verdampen meren. En die warme, vochtige lucht vergroot de kans op onweer en bliksem. En wanneer het droog is, dan kan die bliksem een nieuwe brand stichten en zo neemt de kans op bosbranden toe. Op andere plaatsen is de mens juist de belangrijkste aanstichter van branden. Expres of per ongeluk, door een sigaret, een uit de hand gelopen kampvuurtje of bijvoorbeeld om een stuk grond klaar te maken voor landbouw. In Europa bijvoorbeeld wordt zo'n 96% van de branden gestart door de mens. En ook in de savannes is de mens de belangrijkste oorzaak van natuurbranden. Zo'n 90% van alle savannebranden worden gestart door de mens. Je kan je nu afvragen, is het erg dat er andere delen van de wereld branden? Wel, de branden in de savannes die zijn niet altijd slecht voor het klimaat en de omgeving. De bosbranden in de noordelijke gebieden daarentegen die stoten enorm veel broeikasgassen uit. Dit komt doordat in planten en bomen koolstof, de C, van CO2 opgeslagen zit. Bij verbranding van plantenmateriaal kan zuurstof, O2, bij de C van de plant komen en die twee gaan een verbinding met elkaar aan en daarbij komt het broeikasgas CO2 vrij. Bij een brand van zo'n noordelijke boom komt zo'n halve tot anderhalve kilogram koolstof per vierkante meter vrij. De grassen in de savannes die branden bijna elk droog seizoen. Maar in gras zit maar een paar honderd gram koolstof per vierkante meter. Dat is niet zoveel. Enkele maanden later, tijdens het regenseizoen, dan groeit het gras terug. En dan haalt het gras de CO2 terug uit de lucht. En daarom is de netto koolstofuitstoot van savannebranden nul. En in die noordelijke gebieden, daar ligt veel meer koolstof opgeslagen. In de bovenste bodemlaag van zo'n 20-30 centimeter zitten oude dode mossen, takjes, naaltjes. En in die koude gebieden verteren die heel traag. Elk jaar groeit die bodemlaag een beetje aan wanneer er dode naalden en takken bovenop vallen. En zo bevat die bodemlaag veel oud plantenmateriaal en dus veel koolstof. En in die bovenste bodemlaag zit zo'n 3 tot 4 kilogram koolstof per vierkante meter. Zo'n 70% van de uitstoot van die noordelijke branden komt van de bodem en maar zo'n 30% van de bomen. Als die bodem brandt, dan gaat de koolstof de lucht in als CO2 en andere broeikasgassen. Daarna is de bodem zwart geblakerd en die zwarte laag absorbeert meer zonlicht, waardoor de bodem sneller en dieper opwarmt. En zo ontdooit de bevroren onderlaag en daarin gaan oude plantenresten rotten. Dat leidt tot nog meer uitstoot van broeikasgassen, zelfs jaren na de brand. Het duurt minstens 70
80 jaar en vaak zelfs meer dan 100 jaar vooral het bos en de bodem weer hersteld zijn en dus de koolstof uit de lucht terug opgeslagen is. En doordat er nu vaker branden zijn, is er niet genoeg tijd voor het bos om terug te groeien. Het is ook nog eens een zelfversterkend effect. Doordat er meer broeikasgassen vrijkomen, warmt de aarde sneller op. Dat kan dan weer gaan leiden tot meer bliksem en dus meer natuurbranden, wat dan weer leidt tot extra broeikasgassen en verdere opwarming. Wat kunnen wij hier nu aan doen? Je kan natuurlijk niet elke natuurbrand voorkomen, maar iedere menselijke aansteking die er niet is, is winst. Lokaal kan je ook bufferzones aanleggen in natuurgebieden, zodat branden zich niet zo makkelijk kunnen verspreiden. Maar in de uitgestrekte bossen van Siberië en Alaska zou je zoveel natuur moeten aanpassen. En dat gaat natuurlijk niet. De enige echte oplossing om dit wereldwijd aan te pakken, is de klimaatverandering een halt te roepen. Wist je dat glazen flessen en potten lang niet altijd beter zijn dan deze plastic verpakking? Ik ben Jaap en in de volgende aflevering vertel ik je waarom alles wat jij denkt te weten over plastic lang niet altijd klopt.